Welkom bij de laatste reguliere uitzending van Almere City TV van het jaar 2020. De ploeg van hoofdtrainer Ole Tobiasen maakt zich op voor de uitwedstrijd bij Jong PSV van aanstaande maandagavond. Een mooi moment voor een 1-2'tje met onze hoofdtrainer. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen eerste seizoenshelft en wat verwacht hij van de laatste wedstrijd van het jaar? Ole Tobiasen, jullie maken je op voor de laatste wedstrijd van 2020, maandagavond bij Jong PSV. Wat voor wedstrijd verwacht jij daar? Nou, als ik hun laatste wedstrijd zie, dan wordt het een hele moeilijke uitwedstrijd. Dat heb je ook 2 jaar geleden gezien. Daar werden we ook kansloos weggestuurd. Dus een heel goed voetballende elftal die je niet veel ruimte moet geven. Maar waar je wel zelf de baas moet proberen te zijn. En op de ranglijst staan zij er niet zo heel goed voor, maar dat zegt niet alles, hè? Nee, absoluut niet. Dat is ook afwachten met wat voor spelers komen ze. Maar ze spelen gewoon heel leuk voetbal. Het is niet altijd de resultaten gehaald wat ze eigenlijk verdiend hebben. En dat mag natuurlijk maandag ook niet. Dan moeten we ook zelf gewoon 3 punten pakken. Het is de laatste wedstrijd van het jaar. Met wat voor gevoel kijk jij terug op deze eerste helft van het seizoen? Heel goed. Dat was natuurlijk zuur met de nederlaag in de beker. Maar als je naar de competitie kijkt, ja, dan hebben we gewoon boven verwachting gepresteerd tot nu toe. En dan hoop ik ook dat we gewoon vol kunnen houden. We moeten nog 3 wedstrijden van de eerste speelronde, of van de eerste series in ieder geval. Dat is nu Jong PSV, dan hebben we nog de Graafschap en Eindhoven voor de eerste seizoenhelft echt op zit. Maar voor de kerst hebben we het echt heel goed gedaan, ja. Had je vooraf getekend voor dit puntenaantal? Nee, zeker. Absoluut. En ook op de plek waar we nu staan. En ik hoop dat we het ook vol kunnen houden. En dat begint weer na de kerst met een paar zware trainingsdagen. En dan moeten we al 2 januari klaarstaan voor de topper tegen de Graafschap. Wat verwacht jij van de tweede seizoen zelf? Wanneer zou je tevreden zijn als trainer? Dat is een hele goeie. Ja, we hebben natuurlijk een doelstelling die zegt dat we het beter moeten doen dan vorig seizoen. Ik hoop wel dat we ons heel snel hebben geplaatst voor de play-offs. Dan ben ik in eerste instantie tevreden. Maar dan kijken we dan verder van op welke positie staan we op dat moment. Kunnen we echt gaan meestrijden om de bovenste 2 plekken? Dan willen we dat natuurlijk wel heel graag. Maar in eerste instantie gaan we om zo snel mogelijk te plaatsen voor de play-offs. Dan hopen dat er in de loop van het nieuwe jaar wellicht ook weer eens supporters op de tribune kunnen plaatsnemen. Ja, dat zou mooi zijn. Dat we eindelijk weer met het publiek mogen spelen. Die worden wel gemist. Niet alleen hier thuis, maar ook als je uitspeelt. Maar aan de andere kant is het misschien ook een voordeel af en toe. In plaats van dat je uit bij de Graafschap of uit bij NAC bijvoorbeeld in volle stadions moet spelen. Waar ze toch een 12e man in de rug hebben. Ja, het is toch anders voetballen als je in een leeg stadion speelt. Dus aan de ene kant wil ik heel graag publiek bij hebben, maar sommige wedstrijden toch niet. Dus eigenlijk richting de eigen fans is de kerstboodschap All I Want For Christmas Is You. Ja, in ieder geval wel heel veel punten, ook in het voorjaar. Dat is het allerbelangrijkste en mijn grootste wens. Dankjewel Ole, veel succes en alvast hele fijne feestdagen. Via Ole Tobiasen gaan we verder met een speciale editie van het Nieuwsblok. Deze staat namelijk in het teken van teammanager Bram Leuering van Almere City onder 16. Hij vierde deze week zijn 80ste verjaardag en werd door erevoorzitter René Terborg en een delegatie van de club verrast. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Bram, wij wouden deze dag toch niet voorbij zomaar laten gaan, ondanks de ellende die er overal in de wereld is. Maar je bent 80 jaar geworden. Een bijzondere leeftijd. 42. 42. Vanmiddag heb je me toch gezegd hoe we elkaar aan de telefoon hadden. Ja. Dus Ali heeft iets fantastisch voor je meegenomen. Ja, helemaal komen lopen van het stadion. Oh. Dus Ali hoeft niet meer te trainen vandaag. Super, super bedankt. Dankjewel, maar kijk eens even.
Er is er maar één lid in de 80, hè? Ja. Nou, maar dat is nog niet alles. De Raad van Commissarissen. Oh jee. Directie en het management, maar ook alle medewerkers, de leden en vooral de kinderen. Ik vind het zo'n heugelijke dag vandaag. Nogmaals, je 80-jarige verjaardag, maar daaromheen wat je allemaal voor de club gedaan hebt en betekent en nog ook voor ons gaat doen. Is het mijn eer om jou erelid van verdiensten te maken. Ik kan je zeggen dat het is heel uniek, Bram, want er is er geen één. Dus je bent echt de enige erelid van verdiensten. En dat, ja, ik hoop dat je dat heel leuk vindt en heel trots op bent. Wij zijn heel blij met jou en ook heel trots op jou. Nou, als jullie die blij waren, had ik dus nog nooit zo lang bij deze club geweest. Eigenlijk heb ik geen woorden. Dit had ik niet verwacht. Ja, namens mij en ook namens mevrouw. Ja. Want dat is toch ook belangrijk. Zeker. Als je die niet mee hebt. Als je die niet mee hebt. Ik word waarschijnlijk wat minder dat ik waarschijnlijk naar Spanje moet. Regelmatig. Ja. Maar ik hoop toch nog gewoon het jaartje eraan te pellen. Het zou fantastisch zijn, ja. In deze aflevering mag natuurlijk ook een editie van de Red Box niet ontbreken. Ditmaal twee Engelstalige spelers bij ons op de bank. Doelman Michael Wout en verdediger Frederik Helstroep. Right, Frederik, what do we have for you today? Who in the team stands the longest looking in the mirror? Difficult, huh? I think Thomas for sure is one of them. He have to go home to his wife and kids, but yeah. He still use 15 minutes to fix his hair. This is true, huh? Yeah, he's a long time. Would they have more? Yeah, it's actually the older players. The older players. Yeah, they. It's you're true. Right. They have the wife to go home to. But do they have to prove something? I don't know. I don't know. They always wearing the best clothes. Got the big haircuts. Yeah, in general, the older players. Yeah, the older players. I have to say. The thing is also because some of them lose the hair, you know? They're going to spike it up a bit, you know? You have 1 week together with Perry or 1 week alone in quarantine? What do you take? 1 week of Perry. Yeah. What are you going to do? You have some things you can do? No? Together? Yeah. I think he's a funny guy. Golf? Yeah, we can play some golf. It's too cold, but play some golf. Yeah. 1 week quarantine is tough, yeah? What rating would you give yourself in FIFA? It's tough, huh? I think. For sure, I need more pace than I had the previous years. My pace was so low. I think I had... What you had? The last time, I had embarrassing 28 in shotgun. I scored two goals this season. Yeah, it's true. And pace, what you had last? Pace, I think it was 67. It's okay, yeah? Last time I was in FIFA. You're a center back, man. You got it. Now, what'd you give yourself now, out of 100? 70. I think the best one I had was 67. No, what you want now, though? What you now, think? Yeah. This season? 72 is realistic. Really? Yeah. Okay. 72. And you? What do you get? What do you take? The best one I think is 90. Huh? 90. Yeah, the best keepers in the world. What do you take? I think 73. Yeah. It's one above you. Wow. Yeah. But I have 90 potential. Yeah, there's a difference. 90 potential. Yeah, 90 potential. Yeah, of course. Who's the best DJ in the dressing room? I think Anwar does it, doesn't he? Anwar does it good. Yeah, he does a good job. It's a bit of he everything. He reaches out to a lot, huh? He reaches out to all corners of the changing room. It's not, yeah, he... All corners of the clay calmer is there. We've got a bit of French, Dutch rap. A bit of French, yeah, it's true. Slow jams. Yeah. Yeah. And what position would you want to change to in the team? So if you could choose a position that you could swap for one game. Yeah. I think actually I'm a decent right winger. I had embarrassing 28 in shot. Go inside and shoot. Why? Because he scored this week, yeah? Good goal.
You think you could do this? I don't think so. Yeah. Right maybe wing. Maybe like right back. You think I would? Right back. Yeah, but you're left-footed. You cannot play right back. Maybe defensive midfield. That would be good. Yeah, that's a good job. Just stay on in the front ball, of the defense. Just good life. Just make it easier. They look good. Yeah, every game. Long. Yeah, just good make passing. Make it simple. Yeah. Just pass like they do. Our midfielders just pass left, right, receive the ball. Yeah. It's good life, yeah. Yeah. Yeah, I agree. Looks like Pirlo. And you? Where's the striker? I think. Striker. Yeah, I think. Good position to play, yeah. Just shoot outside. When you the score box, one goal, man, you're like hero, you know. Shoot outside, just one. You know what it's like, bro. We're at the back, man. We did 90 minutes defending. Striker score one goal. He's the hero, you know. It's a different life, huh? It's a different life compared to... It's different mentality, you know? It's concentrated. Imagine that... They have, like, they're playing at the park, you know, with the friends, you know? Yeah. The one chance, score. No, but imagine, as a striker, you can fuck up 99 times, huh? And then be good one time, and you're the hero. If you fuck up one time as a goalkeeper, you're done. You're done. It's goalkeeper's not the Michael job. Michael Vought in the newspaper. Yeah. Disaster. Yeah, and then if you're a striker and you don't score, I didn't have a good chance to score. my teammates, they didn't find me well enough. Like this. I made the good runs, but yeah. Yeah, striker is good life, yeah. What is your life motto? Life motto? It's a heavy one, huh? I want to see something deep. Like really from... Deep, I want to see it from the heart. Come on, tell me. I don't know. It's not an answer. I have a lot of... Mottos. Come on, hit me with something. Einstein or something. Einstein. Oh. The classic motto is treat the people like you want to be treated yourself. Huh? Like, it's very nice. And you have something really deep. I know you're a sensitive guy, so. Sensitive guy. Yeah. Live every day to the fullest. Yeah. No, I don't know. I think that when Carpe diem. Carpe diem. Seize the day. When you, you have to, live every day, you know, you never know when something's going to happen. Yeah, also when we play football, you know, we're fit. When you're fit, it's good life, because when you're injured, it's hard, you know. Yeah. But I think just take the day. Yeah, I think we have to be grateful for the job we have, you know. Of course. We play football every day, we do nothing. It's good life. Make people happy in that, so yeah, it's good. Also now we do good, yeah, so people are more happy in that, and yeah, it's good. Hopefully the fans can come also, so we can... see the joy in the face. Yeah, it's good. Okay, thanks for this interview, Frederik. Thank you. It's been a pleasure. De laatste wedstrijd van deze eerste seizoen zelf wordt dus maandagavond gespeeld op bezoek bij Jong PSV. Maar hoe ziet de geschiedenis tussen deze twee ploegen er eigenlijk uit? Dat zie je nu in de head-to-head. Exact 2 jaar na de laatste editie van Jong PSV Almere City FC staat dit affiche opnieuw op de rol. Op 21 december 2018 werd het 5-2 voor de thuisploeg, een duel dat de Flevolanders liever snel vergeten. Kijken we naar de volledige historie tussen beide ploegen, dan zien we dat beide clubs in de lichtstad 6 maal eerder tegenover elkaar stonden. 3 maal won Almere City FC, 1 maal werd het gelijk en 2 keer stapte Jong PSV als winnaar van het veld. Doelpunten lijken bijna gegarandeerd, want de Flevolanders scoorden in de laatste 9 competitiewedstrijden minimaal 2 keer. Op 12 december 2014 werd Almere City FC in Eindhoven voor het eerst in de clubhistorie periodekampioen. 2 jaar geleden herhaalde de ploeg van hoofdtrainer Ole Tobias dat kunstje in eigen huis. Door een 2-1 zege op de belofteploeg van PSV werd de 4e periodetitel in de keukenkampioendivisie gewonnen. Maandagavond om 6:15, Jong PSV Almere City FC, de laatste competitiewedstrijd van 2020. We sluiten deze aflevering van Almere City TV af met de highlights van de wedstrijd tussen Telstar en Almere City FC. Een kickstart van de Almeerders waar binnen 10 minuten 3 doelpunten vielen. Je ziet nu de samenvatting met het radiocommentaar van ECFM. Kijken we dan nog even naar de reservespelers. Aguiwe Tamari, Radinho Balker, Delvecchio Blacksen, Elias Seurensen terug in de selectie. Terwijl Kaandorp nu afgeeft. Er komt de eerste kans voor Almere. Emmers, doelpunt! Daar is de eerste goal van de wedstrijd al. 1 minuut en 19 seconden gespeeld. Een aanval over de linkerkant van het veld. Bal wordt voorgetrokken. Xian Emmers neemt aan, schiet uit de draai. En het is direct raak. We zijn 1,5 minuut onderweg. Lenno, jij had nog niks gezegd, maar het staat al 0-1. Ja, en het vuurwerk gaat hier door de lucht in. Alleen ik vraag me af van welke
supporters dat is. Zodat het onze zijn. Ze timen hem anders helemaal verkeerd, die van Telstar. Maar het was inderdaad een goede loopactie van Mees Kaandorp. Die hem laag voorgaf en het werd goed afgerond. 1-0 of 0-1 voor Almere City. Een razendsnelle start dus hier in Velzen-Zuid. Ja, en Telstar staat toch al inmiddels 12 punten achter op Almere City. En dat is een heel eind. En hier komt Al Haft, die wordt de diepte ingestuurd. Heeft moeite om op zijn benen te blijven staan. Zo snel is hij vrij. Daar is Emmer Virak. Het is gewoon 2-0. Het is de tweede keer dezelfde doelpunt te maken. Xian Emmers schiet de bal nu snoeihard onderkant laten binnen. En hoe kwam die avond tot stand? Nou, Ilias Al Haft stoomde op aan de rechterkant van het veld. Deed dat zo snel dat hij bijna moeite had om op zijn benen te blijven staan. Weet die bal uiteindelijk toch nog voor te geven. Gaat aan Verheid voorbij, maar valt wel voor de voeten van Xian Emmers. Die haalt opnieuw uit, nu verwoestend hard. En de bal gaat via de onderkant van de lat binnen. Zijn er hier 8 minuten en 20 seconden gespeeld. Staat het 0-2. Ja, en fijn om te constateren. Twee keer geschoten, twee keer raak. Ja, 100% scoren noemen absoluut. We dat. Absoluut. Nou, het levert nu een hoekschop op. Vanaf de rechterkant komt die bal voor, wordt die gekopt, is hij een prooi voor Wout. Die houdt hem voor de lijn, heeft hij hem klem vast. En dus kan hij de bal weer in het spel brengen. Dat doet hij naar Van Vlerken. Die stuurt daar Al Haft de diepte in. Dan ligt er vrij veel ruimte weer. Al Haft heeft alleen niemand mee op dit moment. Kapt dan zelf zijn man uit, doet hij goed. Kan hij hier ook tot de voorzet komen. Nog een man voorbij op de achterlijn. Nu doelpunt! Oh! Oh! Wat een wereldgoal! Ilias Al Haft gaat meerdere mensen voorbij. Heeft weinig aansluiting voor het doel. Staat dan eigenlijk al op de achterlijn. Het lijkt een onmogelijke hoe hoek, hij erin? Maar hoe hij presteert het om hem vanaf de achterlijn zo'n beetje binnen te schieten. Dan zijn er 10 minuten gespeeld, 0-3. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier allemaal? Oei, 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 oei. Zal ik hem weer een keer van stallen halen? Ik gebruikte hem in Rotterdam bij Excelsior uit, waar we een bizarre wedstrijd zagen. Die eindigde in 4-6. Hier in Velzen-Zuid zijn er op dit moment 10 minuten gespeeld. En Almere City staat, ja, als je net inschakelt, geloof je het bijna niet, op een 0-3 voorsprong. Twee keer Xian Emmers, één keer Ilias Al Haft. NAC Breda komt ook in actie. Die spelen uit bij Go Ahead Eagles. Ook daar is om 9 uur afgetrapt. Maar daar staat het na een kwartier spelen nog 0-0. Nu komt Telstar overigens. Wordt daar Mirani op het verkeerde been gezet. Oh. Is het ook raak. Daar is dan wel de snelle treffer nu ook erachteraan van de thuisploeg. Die wordt gemaakt door, is dat Plet? Opent naar de linkerkant van het veld waar Lesquois die bal weer in ontvangst neemt. Die komt dan met een bal de diepte in waar Emmers loopt. Wordt weggewerkt door Telstar, maar Kaandorp kan opvangen. Die gaat op snelheid, kan er helemaal doorheen. Kaandorp en die stuit op de doelman. En een van beiden zal het worden. Al Haft dus op dreef vandaag, maar Kaandorp die heeft hem misschien iets beter voor zijn rechterbeen liggen. Wie wordt het? Kaandorp over de muur 1-0. Die bal wordt uit de kruising geplukt door de doelman. Dus hij stond goed opgesteld. Dat doet hij zeker goed. Maar het was ook absoluut een goede vrije trap van Mees Kaandorp. Levert dat natuurlijk volop tijdwinst op. Terwijl Al Haft nu naar binnen trekt. Goed balletje daar op Hamouti. Komt de voorzet. Oei, die wordt net uitgehaald. Daar is de goal, maar er wordt afgefloten. Het doelpunt wordt gemaakt. Maar dan is er kennelijk of een overtreding aan vooraf gegaan. Of de vlag moet zijn. Nee, er is denk ik een overtreding aan vooraf gegaan. De keeper die ligt nu ook geblesseerd op de achterlijn. Die corner vanaf de rechterkant van het veld, die wordt nu genomen. Die komt op het 16 meter, op de punt van de gaat die. Daar gaat die. Ja, dat is een doelpunt. Dit is dus precies waar we het over hadden. Die bal die valt een beetje in de scrimmage voor verschillende voeten. Uiteindelijk valt die goed voor een speler van Telstar. En kan die van dichtbij worden binnengeschoten. Het was juist een fase waarin Almere City iets aandrong. En ook meer afstand leek te nemen. Maar ja, nu is het toch omgekeerd. Ja, en hier komt de volgende kans voor Telstar. En die bal gaat maar net over, zeg. Nu wel Emmers, die goed eruit komt. Daar is de voorzet net niet bij Al Haft. Tweede instantie. Thomas Verheid, maar die doelman redt even knap. Wie gaat zich hier melden? Nou ja, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Het wordt er verre ingooien. Iedereen verzamelt zich in het 16 meter gebied van Almere. Ook nu weer die keeper mee naar voren. Oppassen geblazen. Komt die ingooien lang. Vrijheid knikt hem eruit. Die keeper die vangt op. Komt met het afstandsschot van richting. Verandert op de paal. Oh! Op de paal. Doelman Schendelaar is mee naar voren gekomen. Haalt uit. Die bal wordt van richting veranderd en valt op de paal. En dan is het Wout die hem klem vast heeft. En nu wordt er afgefloten. Floten. We gaan die spelers van Telstar. Die vallen hier met de handen voor de ogen neer op het veld. Voor nu gaan we afronden hier vanuit Velzen-Zuid. Een 2-3 overwinning. Dus het was even billen knijpen. Maar de punten zijn binnen. Lenno, dankjewel weer. Ik wens jullie allen een heel fijn weekend. En tot woensdag. Tot woensdag.
Tot zover deze laatste reguliere uitzending van Almere City TV van het jaar 2020. Namens de spelers, de technische staf en alle medewerkers van de club wens ik je, ondanks de lastige coronasituatie waar we allemaal mee te maken hebben, hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig, liefdevol, gezond en bovenal ook sportief 2021. Hoi!